mijn wandel in herstel de eerste 30 dagen. Ik dank je dat ik hier mocht zijn in een bosrijke omgeving. Nou, hier is echt heel erg stil en heel erg mooi. Dit is voor mij uitzonderlijk, vooral in vergelijking met het begin van mijn herstel, want ik stuiterde doen van links naar rechts. Ik had volgens sommige ADHD in het kwadraat zelfs. Daar is niet zo heel veel meer van te merken. Want door het werk aan mezelf en door te stoppen met drugs, ook wel heel belangrijk, ben ik eigenlijk best wel een heel rustig persoon geworden. Ik heb soms wel momenten dat ik druk ben. Maar dan er zijn momenten waarop ik soms gespannen of zenuwachtig ben, waardoor ik weer druk word. Of ergens enthousiast voor ben. Dan ben ik ook vaak wat drukker. Deze video die ik op wil nemen, mijn eerste 30 dagen. Ik werd eigenlijk geïnspireerd op een meeting. Er was iemand die had een mijlpaal van 7 dagen. Sommige meetings vieren ze ook een mijlpaal van 7 dagen. En dat deelde iemand op hoe het voor hem was, die eerste 7 dagen. En door zijn deling in zijn share werd ik geïnspireerd om na te denken van hoe waren mijn eerste 7 dagen. Maar hoe waren ook mijn eerste 14 dagen. En uiteindelijk hoe waren mijn eerste 30 dagen in herstel. En ik kreeg eigenlijk een beetje de motivatie om daarover een video op te nemen. Om daarover te delen mijn ervaring. En daar wil ik jullie graag in meenemen. Langzaamaan ben ik van een dipmodus naar een dimmodus gegaan. En ik leerde dit laatst van iemand, ik vond het zo mooi, ik denk ik wil het delen met jou aan de andere kant van het beeldscherm. Het DIP is D-I-P, is denken in problemen naar een DIM-modus, D-I-M, denken in mogelijkheden. Geweldig. Vond ik echt een hele mooie, een mooi gezegde van iemand of een mooie boodschap van iemand. Zodat ik die ook mee kon nemen in deze video. Dus dankjewel voor die persoon die dat op mijn pad bracht. Mijn eerste 30 dagen in herstel. Mijn eerste dag in herstel. Want uiteindelijk in herstel, het eerste dag was nog clean zijn. Vooral clean zijn en vechten om clean te blijven. In plaats van dat ik echt in herstel was. Toen ik voor mijzelf was ik al een tijdje aan het trachten om, om mijn verslaving een halt toe te roepen. Om vanuit de duisternis naar het licht te komen. Maar dat lukte me gewoon niet. Alle pogingen die ik ondernam, die mislukten elke keer. En de laatste keer dat ik heb gebruikt, was ik ook 3 weken was ik er vrij van. Alcohol en drugs. Ik voelde me echt goed. Totdat ik een bericht kreeg van mijn dealer. Onverwacht een berichtje kreeg waarop ik keek was een berichtje van mijn dealer. Waarin stond is mijn nieuwe nummer en bracht me weer terug in gebruik. En de eerste dag dat ik clean was, of dat ik in herstel was, wil ik eigenlijk zeggen, had ik het echt enorm zwaar. Want ik was ook een shake dieet begonnen. Nou, ik kan het je afraden om het te doen tegelijkertijd. Nu zou ik het echt niet meer doen. Alles tegelijk oppakken, want door de shake dieet kwam ook heel weinig voedingsstoffen binnen. Stoppen met gebruik, ik voelde me echt zwaar beroerd. En mijn vrouw zei, je zou mijn kliniek bellen, had je beloofd. Bellen kliniek. En ik ben in mijn omgeving gaan zoeken, of op internet gaan zoeken naar een kliniek. En uiteindelijk heb ik een ambulante kliniek gevonden. Die heb ik toen gebeld. Dat was mijn eerste dag dat ik clean was. En die mevrouw vertelde mij lukraak dat ze me onderaan een lijst zou zetten. En dat was een wachtlijst van 8 maanden. En ik denk, dan kan ik nooit clean blijven op zelf wil. Ik heb echt hulp nodig. Dit bracht me naartoe om die kliniek meerdere keren per dag te bellen. Dus de volgende dag had ik een vrouw voor de 4e keer aan de telefoon. Bel je alweer? Ik zeg, ik heb hulp nodig. En zij gaf de suggestie van 12 stappengroepen. En ik ben toen op Google op gaan zoeken. Ik heb de fuck it button niet ingedrukt. Ik heb geen escape gezocht. Ik ben alleen maar dankbaar dat ik het op Google zocht. En wat ik op Google vond, was dat er verschillende meetings waren. AA, wat vooral in mijn beleving was voor mensen met een alcoholprobleem. De NA had ik eigenlijk niet, had ik ook wel gevonden, maar er stond narcotics, dus meerdere drugs. En de CA voor cocaïne verslaafde. Tenminste, zo kwam het toen op mij binnen. En uiteindelijk dacht ik van ja, op dat moment gebruikte ik eigenlijk vooral cocaïne. Dus ik dacht, ik moet dan daar zijn. En ik heb de beslissing genomen om 2 nummers op te schrijven. 1 was een algemeen nummer. 1 was een nummer van een meeting in Den Bosch. Ik kwam uit Brabant. Ik kom nog steeds uit Brabant, maar toen de tijd kwam ik ook uit Brabant. En toen ik in mijn 4e dag dat ik clean was, op mijn werk was, ging ik die 2 nummers met lood in mijn schoenen bellen. En die ene nummer uit Den Bosch die zei, komende woensdag kom ik naar mijn eerste groep. Ik zal er zijn, was een belofte aan die persoon. En het algemeen nummer nam mijn vrouw op, ze zei,
kom vanavond naar Den Haag. Ik zei, ik ga niet helemaal naar Den Haag kakkelen. Vanuit Tilburg, vanuit Brabant. Vanuit mijn woonplaats Tilburg in Brabant. Ik ga niet helemaal naartoe kakkelen. Maar voor mijn verslaving zou ik wel hebben gereden naar Den Haag. Alleen dat besef ik toen nog niet. Weet je, dit was een eerste stap. En zij zei dit tegen mij. Koen, zet mijn nummer vast in jouw telefoon. Als je dit weekend moeilijk hebt, bel dan mij in plaats van jouw dealer. Dit vergeet ik nooit meer. Dit vergeet ik nooit meer. Dat had ik in mijn hart. Dit is in mijn hart gegrift. Hè? En soms als ik daar aan terugdenk, sta ik helemaal onder kippenvel. Omdat dat gewoon een geweldige boodschap was. Voor de eerste in mijn leven het gedachte van iemand die mij begrijpt. En toen ik 8 dagen clean was, zat ik in mijn eerste groep. Ging naar mijn eerste groep. Mijn eerste 12-stappen groep. De CA Mittingen en Bos. En ik weet nog dat ik rondjes reed rond de pand. Omdat ik gewoon zoveel... Ja, ik vond het gewoon spannend. Ik was nerveus om naar binnen te gaan. Ik was gewoon nerveus. En ik had mezelf geconditioneerd dat als je verslaafd bent, dan slaap je onder een park of onder een brug. Hè? Dus ik ben niet meer dan hun. Maar daardoor hield ik mezelf klein. En daardoor ging ik steeds dieper en steeds meer drugs gebruiken. Want ik dacht van ja, maar hun. Kijk hun. He, terwijl ik daardoor gewoon mezelf gewoon steeds meer verloor. En ik had deze mensen verwacht in die groep. En ik was daar binnen en er waren mensen als ik. En dat wil niet zeggen dat ik anders ben als dakloos. Maar ik snap, denk wel wat je bedoelt, wat je begrijpt wat ik bedoel. En ik dacht, ik ben hier niet goed. Ik moet hier weg. Maar ze stelden me gerust, ik was op de juiste plek. Ik was op de juiste plek. We zaten met een ruimte rond de tafel met misschien wel 8 mensen. Waaronder 2 ouders van iemand die in verslaving zit. En deze 2 mensen hebben mij op mijn hart gedrukt. Wij geloven dat jij het kunt. Niemand geloofde meer in mij. Ik stelde iedereen teleur. Door hun opmerking van wij geloven dat jij het kan, heb ik mij vastgebeten. Heb ik in mijn hart gegrift. Staat nog steeds na al die jaren in mijn hart gegrift. Want daar hield ik me aan vast. Aan deze mensen die eigenlijk mij de bemoedigden dat het mij wel zou gaan lukken. En In deze kamer tegenover mij zat een jongen waarin ik meteen dacht toen ik hem zag, wow, ik zou met jouw vrienden kunnen zijn. En we deden sleutelhangers. Jee, sleutelhangers. Nou, ik, weet je wel, het boeide mij gewoon allemaal niet. Het was ook allemaal nieuw. Ik moest allemaal op me in laten werken. En die sleutelhangers, weet je, ik kreeg een nieuwkomer sleutelhanger. Jee, weet je wel, ik voelde er niet zo heel veel bij, maar ik voelde ook nul emotie meer. En die jongen tegenover mij, met wie ik dacht bevrienden te kunnen zijn, die kreeg een sleutelhanger van 30 dagen. Die was 30 dagen clean. En die jongen begon te huilen. En ik dacht bij mezelf, jongen, kom op man. Voor een sleutelhanger van 10 cent. Ik voelde nul emotie meer. Was helemaal in disbalans. Momenten dat ik moest huilen, ging ik lachen. Momenten dat ik moest lachen, ging ik huilen. Dat was gewoon helemaal in disbalans. Dat heeft ook heel veel tijd nodig. Had minimaal 1 jaar voordat ik uiteindelijk emoties kon voelen en toelaten op de juiste manier. En toen ik na die woensdag, na mijn eerste meeting, hè, toen ik 8 dagen clean was, de 9e dag clean was, hè, ging ik mijn collega John bellen. Van toen dat tijd. John, luister jongen. Jij bent verslaafd, je hebt een probleem, jij hebt hulp nodig, John. Ik heb voor jou de oplossing, 12 stappen. Hey, Mr. Know-it-all. Ik ben 1 dag op een meeting geweest, ik weet het meteen helemaal hoe het werkt. Ik ga John bellen en ik vertel hem wat hij moet doen. John was altijd de persoon waar ik naartoe keek, waar ik eigenlijk op neerkeek. Maar waar ik elke keer zei, ja, maar hij doet dit en hij doet dat en hij doet zus en kijk hem eens gaan en kijk hem eens wat hij doet en dat en dat en dat. Hé, maar hij is ziek en hij doet zus en hij leent geld en allemaal voor verkeerde redenen om weer te kunnen gaan gebruiken. Kijk hem eens gaan, kijk dit. En eigenlijk hield ik daarmee de spiegel vol van, kijk, bij mij valt het wel mee als ik me ga vergelijken met John. Maar bij mij werd het ook alsmaar erger. Misschien nog wel erger als John, maar ik wees weer naar John. Of weer naar iemand die nog erger leek, maar deze keer was het elke John. Ik ben niet minder dan John. Ik heb ook heel veel mensen pijn en verdriet gedaan. Heel veel pijn en verdriet gedaan, maar dat is een erkenning die ik zelf moet maken. En ik heb uiteindelijk wel het herstel gepakt.
Godzijdank heb ik het herstel gepakt. En deze persoon die op deze meeting de voorzitter was op die eerste meeting, die zei: het wordt elke keer verteld over een sponsor. Ik ren door de stap en dan hoor ik jou sponsor. En ik denk, ja, het zal wel goed zijn, ja, prima. En misschien wil hij me financieel steunen of misschien wil hij vrienden zijn. Prima. En hij zei tegen mij: er is een lijstje hier met allemaal 12 stappen kliniek. Ik zei: ik kan het woord kliniek niet meer horen. Zeg mij maar wat ik moet doen en ik doe het. Als dit programma niet werkt, kan ik altijd naar de kliniek. Tot op de dag van vandaag heb ik geen kliniek gehad, omdat het 12 stappen programma echt werkt. Dus pak me bij de handen aan de gade vol. Deze voorzitter van die meeting gaf me adressen in Brabant, waren niet elke dag meetings. Nu is er in elke stad, Eindhoven, Den Bosch, elke dag een meeting. In Tilburg elke dag een meeting. Maar toen in de tijd dat ik clean was, was dat niet. Moest je elke keer verder rijden om naar meetings te gaan. Maar deze voorzitter van die woensdagmeeting zei: kom morgen naar Breda, ik geef je het adres. Ging ik naar Breda. He, ontmoette, zei hij: dit is Koen. En ik stelde hem allemaal voor aan mensen. Dat gaf me het gevoel van wauw, weet je wel. Was makkelijker voor mij. Zij gaan mee naar de internationale AA-meeting op vrijdag. Gaf me het adres, liep me daar naartoe komen. Hij kwam ook, waardoor ik door hem eigenlijk aan de hand werd meegenomen naar al die meetings. Dat is ook wat ik nu mag doen met degene die nieuw binnenkomt. Ook al heb ik geen tijd, mijn tijd opzij zetten om diezelfde liefde te steken in die nieuwkomer die dezelfde pad wellicht nodig heeft als ik. Om overal mee naartoe genomen te worden, voorgesteld te worden, zodat hij in een warm bad terechtkomt en vanuit dat punt gewoon een doorstart kan maken. Of vanaf dat punt kan starten. Dat degene daarin zichzelf geleid voelt, alsof je bij de hand hebt vastgehouden. Van kom maar, ik weet de weg, ik neem jou mee. Ik geef jou kracht. En ik ben zo blij. En ik weet zeg maar, de tweede meeting dat ik was, zat ik naast iemand. En er ging een telefoonlijstje voorbij. En mensen schreven daar motiverende teksten op. He, iets wat ik vaker ook erop zet. Ik schrijf al jaren erop. Geef jezelf in elke kans, je bent het meer dan waard. Dat is iets wat ik al jaren deed. En zo deed je allerlei mensen bij mij ook. En dat vond ik zo inspirerend. Dat gaf me zo'n kracht. En die telefoonnummers die erop stonden. Ik weet de eerste, tweede meeting ging een lijstje mij voorbij. En de eerste gedachte was: hey, ik tel weer niet mee. Ze zien me niet staan. Ik hoor er niet bij. En toen zei iemand naast mij: deze telefoonlijst is zo meteen voor jou na de meeting. En het was fijn dat die persoon dat zei. Want ik voelde me gelijk weer... achtergesteld. Ik ben daarin blij dat deze persoon daarin mij dat teruggaf van die lijstjes voor jou. En die twee lijstjes van die eerste twee meetings heb ik nog. En als ik kijk op dat lijstje, dan zijn er van al die mensen, wat er misschien ondertussen alles bij elkaar misschien wel 20 waren, misschien nog 2 of 3 in herstel van verslaving. En de rest zie ik niet meer. En er ondertussen zijn er daar een aantal al van overleden. Helaas, dat is echt de realiteit. Dus die 12 stappengroepen houden mij tot op heden al ruim 14 jaar en 8 maanden clean. Hoe is dat nou mogelijk? Niet omdat ik zo ongelooflijk goed ben. Ik zat 16 jaar in actieve verslaving van drugs en heb een hele ravage aangericht. Maar samen krijgen wij voor elkaar met een hogere macht wat mij in mijn eentje absoluut niet lukt. En daar ben ik maar wat dankbaar voor. En binnen 30 dagen, want we gaan nog terug naar die eerste 30 dagen. In die 30 dagen werd deze man, die zei ik ren op mijn stappen, werd uiteindelijk mijn sponsor. En ik was op vakantie in Zeeland en hij sponsorde nog 2 jongens. Eén was 3 maanden clean, andere 9 is werk, nog ongeveer kan herinneren. En ik keek tegen hen op en ik bel mijn sponsor op vanuit Zeeland op vakantie. En hij vraagt aan mij: ben je teruggevallen? Ik zeg: hoezo, ik ben op vakantie. Die andere 2 jongens zijn teruggevallen. En daar schrok ik van. Daar schrok ik van, want ik keek tegen hun op omdat zij al een tijd clean waren. En dat gaf mij het idee, ik moet me eigenlijk nog meer vast buiten in dit programma en niet meer loslaten. Want anders ga ik het ook verliezen. En dat bracht me ertoe om een stapje extra te zetten voor mijn herstel en aan mijn herstel te werken. En daar ben ik maar wat blij mee, want van die fundering die ik daarmee heb opgebouwd, pluk ik vandaag nog steeds mijn vruchten van. Mijn sponsor die zei tegen mij dit. Hij zei: wat heb je over voor je herstel? Ik zeg: alles. Hij zei: ben je bereid om je schepen te verbranden? En wat bedoelde hij daarmee? Hij zei: wat voor drugs heb je gebruikt? Ik benoemde de drugshop. Wat heb je voor het laatst gebruikt? Oké, heb je een schuld bij een dealer? Nee, heb ik niet. Als je er wel hebt, ga je dat afbetalen. Dan wel in termijnen. Dan wel op een vraagje of er iemand het voor wil schieten voor je. Of dat je mag lenen of op andere manieren. Zodat je daarvan af bent. Als je dealers hebt, hoeveel dealers had je? Ik zeg 2. Oké, heb je daar nummers van? Ja, heb ik bewaard. Oké. Ben je bereid hun één voor één te bellen? Dan zeg ik: ik wil geen contact meer. Ik wil ook geen berichten meer. Van dit is mijn nieuwe nummer. Ik hoop dat je respecteert waar ik mee bezig ben. Ik ben in herstel.
Wil je dat doen of wil je dat doen samen met mij? Want het is belangrijk dat je schepen verbrandt. En dan zeggen mensen soms wel ja, als ik wil kan ik wel mijn telefoonnummers achterhalen, bla bla bla. Maar als je daar allemaal moet doen, komt er misschien wel een moment van clarity waarop er een lampje brandt van poeng, waar ben ik nou mee bezig man? Zodat je dan een kans hebt om terug te keren, om je af te keren van uiteindelijk een terugval in drugs. En uiteindelijk heb ik dat gedaan. Ik heb beide dealers gebeld. Ik heb gezegd dat ik klaar mee ben. Ik heb gezegd dat ik voor herstel heb gekozen. En of ze mij willen respecteren. Dat pad ik aan mijn wandelen ben. En ik heb uiteindelijk geen berichten meer gekregen. Eén keer heb ik met twee fellas, was ik bij McDonald's na een meeting. En daar zat daar mijn dealer. Mijn oude dealer. En ik schrok en mijn haar begon te bonzen, jongen. En ik voelde zoveel angst. Maar hoe geweldig is dat ik meteen kon uitspreken naar deze twee jongens. Hey, ik voel me onrustig. Die persoon die daar zit is mijn oude dealer. Ik weet even mezelf geen houding te geven. Hij knikte naar mij, knikte terug. En toen was het goed. En uiteindelijk waar ik woonde in de straat, zag ik op een gegeven moment dat ook een van mijn oude dealers van daarvoor nog uiteindelijk in de straat woonde. En dat maakte mij onrustig. Maar deze persoon probeerde een nachtapotheek te zijn. Probeerde daar zijn geld mee te verdienen. En wie ben ik? Ik kan er niet voor zorgen dat hij gaat verhuizen. Weet je, maar ik kan uiteindelijk wel bespreekbaar maken dat iets wat het met mij doet, dat hij daar woont. En wat voor onrust het mij brengt. En uiteindelijk, hij woont er nu blijkbaar niet meer. Maar daar was ik niet eens meer mee bezig, joh. Ik was vooral bezig met te herstellen, te clean te zijn en in herstel te zijn en aan mezelf te werken. En mijn eerste maand was ook de maand waarop ik een vriend van mij ging bezoeken en ging vertellen dat ik verslaafd ben. Hij had een bar achter zijn huis wat hij regelmatig opende voor feestjes. Dat ik moest zeggen, ik kan er voorlopig niet meer komen, ik moet mezelf beschermen. Was ook de maand dat ik in gesprek ging met mijn schoonouders, in gesprek ging met mijn eigen ouders om te vertellen dat ik in verslaving zat. En dat ik al jarenlang in gebruik zat en dat ik in herstel was. Was ook de maand waarop ik naar mijn huisarts ging voor een verwijskaart voor ambulante hulp. Waar ik uiteindelijk maar twee keer op gesprek ben geweest. Waaraan mijn sponsor zei, laat gewoon los. En dat ik bij de dokter kwam en dat ik zei, bent u nu niet boos? En dan zei hij, boos. En dit is ook wat de andere mensen maar teruggeven. Boos, waarom zouden we boos zijn, joh? Je weet dat je verslaafd bent, je herkent het aan jezelf. Er is een oplossing, je zit al in de oplossing. Waarom zouden we boos zijn? We alleen maar respect voor, jongen. Als wij zien dat jij in verslaving zit en we confronteren jou ermee, maar je hebt er poep aan en je gaat gewoon lekker jouw gang en het boeit jou eigenlijk allemaal niet, dan waren er misschien wel redenen voor ons geweest om boosheid te voelen, omdat je niet geholpen wilde worden. En dat is in mijn hart gegrift. Dat heb ik meegenomen en dat vind ik gewoon fantastisch om dat te mogen ervaren en dat ik daarin zo gegroeid ben. Ik ben dankbaar dat ik deze video met je heb mogen delen. Ik hoop dat je bemoedigd heeft en dat je er iets in herkent. Als je denkt dat je er andere mensen mee kan zegenen of bemoedigen of motiveren, stuur het gerust door op social media. Het is bedoeld om tot zegen te zijn van mensen. Als je in contact mag komen met mij of je wil, hebt vragen over mij, over de 12 stappen, over klinieken, over hoe het allemaal werkt met de 12 stappen, over vragen die je hebt naar aanleiding van andere video's. Misschien heb je gebed nodig, heb je vragen over God. Gebruik het e-mailadres vindnieuwekracht@gmail.com. Staat op het laatste plaatje en onder in de beschrijving. En ik zal altijd reageren. Hey, dankjewel voor je tijd. Dankjewel voor het kijken. Ik wens je Godsrijke zegen toe. Be and stay blessed.